Ik ben Marco Poos, 41 jaar, woon in Oldenzaal en ik ben activiteitenbegeleider bij Libereen in Enschede. Wat is het hier? Is klaar? Ik verzorg mijn dochter, die heeft een stofwisselingsziekte, de ziekte van Zellwegen. Ze heeft 24 uur per dag zorg nodig. En voor het werk zorg ik dat ze klaar is om naar school te gaan. En 's avonds zorg ik dat ze naar bed gaat. Ik denk als ik het bij elkaar optel dat ik toch wel 2 à 3 uur per dag wel kwijt ben aan haar extra verzorging. In het begin was het heel lastig, omdat ze toen nog niet wisten wat er precies aan de hand was, 12 jaar geleden. Dat heeft wel strubbelingen met zich meegebracht van ja, wat zijn het vakantieuren, is het zorgverlof, dat was gewoon heel lastig. Totdat de leidinggevende heeft gezegd van ja, maar zo kan het niet, want je moet zelf ook vakantie hebben. Vakantie is om jezelf weer op te laden en niet om met je zieke dochter in het ziekenhuis te zitten. En ja, daar is toen wel heel veel in veranderd, gelukkig. Ze hebben me zelfs aangeboden om minder te gaan werken. Nou ja, financieel is dat natuurlijk heel lastig, maar die mogelijkheid was er wel geworden om een tijdje wat minder te werken. Ja, ze pakken het heel positief op. Ze zijn ook heel flexibel daarin. Het is bij ons in het team, collega's, eigenlijk altijd zo van als iemand ziek wordt of weg moet of een van de kinderen is ziek. Dan proberen we toch voor elkaar op te vangen. En ja, dat doen we voor iedereen. Dus ja, ze hebben het ook voor mij gedaan. En ja, ik ben iets vaker afwezig dan sommige andere collega's. Ja, dat is nu zo. Over een paar jaar zal het misschien andersom zijn. Gaan we lekker een stukje wandelen, of niet? Ik heb al een tijd lang gezegd van werk is min of meer mijn ontspanning. Ik vind het daar gewoon heerlijk om bezig te zijn met de mensen. En ja, als je thuis komt, dan is het de zorg voor je dochter. Gaat ook 24 uur per dag door. En dan is het werk toch even afleiding. Ik ben Werner Schutterup. Ik werk als arbeidscoördinator voor Libereen. En ik ben bezig om mensen gezond en vitaal aan het werk te houden. Bij ons werken 1200 medewerkers en er is bekend dat er 1 op de 3 mantelzorger is. Dus een rekensommetje is dat er 400 mantelzorgers hier rondlopen. We hebben een werkgroepje en daarin zitten eigenlijk ook mantelzorgers, dus mensen die werk en mantelzorg combineren. En we proberen daar dus te peilen van waar zij behoefte aan hebben. Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je er aandacht voor hebt. Dat je weet wat mensen bezighoudt en dat je dan kan kijken hoe je mensen kan helpen daarin. Dus je kunt best heel makkelijk van alles regelen. Als ik vrij moet hebben omdat mijn dochter naar het ziekenhuis moet. En dan gaat het eigenlijk heel makkelijk. Mijn collega's die zijn ook van op de hoogte. Dus die willen heel graag activiteiten van mij overnemen mocht ik ook spontaan weg moeten. Dus dat is eigenlijk heel goed geregeld. Het is een mooie balans, het werken en de zorg voor mijn dochter. Ik denk dat we even naar de rechts moeten, want er komt de auto aan. Nou, we weten dat mijn dochter niet oud zal gaan worden. Dus de toekomst is gewoon heel onzeker en we weten niet wat de toekomst brengt. Dus we proberen gewoon allerlei leuke dingen te gaan doen voor de toekomst met ons hele gezin. Zodat we leuk bezig kunnen zijn. Ja, en dan we mooie herinneringen kunnen gaan maken met z'n allen.